Soms, hè? Soms is het buitengewoon prettig, hè? Dat je bevestigd wordt in dingen die je al een hele tijd loopt te beweren. Ja, want ik las de krant. Ja, kijk, hier zie je het even staan. Ja, kijk maar even mee. Ja, het gaat er dus over dat mensen helemaal niet zitten te wachten. Nee, op bijvoorbeeld waar Pietertje het over heeft. Nieuwe bestuurscultuur. Om maar wat te noemen. Nee, mensen zitten te wachten op dat de problemen van nu worden aangepakt. Daar gaat het over. Dat willen ze. Ze willen gewoon dat er iets gedaan wordt aan die energieprijzen. En dat er iets gedaan wordt aan te dure boodschappen. En aan sowieso aan armoede. En te weinig woningen. En asielbeleid. En stikstof. Noem het allemaal dat. Dat willen ze gewoon, dat daar iets aan gaat gebeuren. En niet aan nieuwe structuren van bestuur. Want daar zijn ze toch helemaal niet mee bezig. Nee. En wat blijkt dan uit dat onderzoek, hè, want daar gaat een krantenartikel over, dit is een onderzoek. Daar blijkt uit dat 70% van de mensen die op Omtzigt stemmen, die stemmen helemaal niet op een programma of op een puntje van hem. Interesseert ze allemaal geen ene moer. Ze stemmen alleen maar op hem als protest. Een proteststem. Dat is het. En vrienden, dat is nou net het punt wat ik steeds gemaakt heb. Alle ballen waren op de BBB, want daar zaten al die proteststemmen. Die zaten allemaal bij de Caroline. En die had gewoon, als die de grootste was geworden, een rukkie naar rechts gemaakt. En dat is precies wat wij willen. Ja, maar nou gaan al die proteststemmen, want die lopen nu allemaal over naar de Pieter. Je proteststem, vrienden, gaat dan gewoon de verkeerde kant op. Ja, want Pietertje, die trekt straks een beetje naar links. Ja, en die gaat dan naar de groengoeroe toe. Dat zie je allemaal zo aankomen. En ik heb de hele tijd gezegd, vrienden, alle ballen, het maakt niet uit waar, uiteindelijk moeten alle ballen op één partij. Ja, dat beweer ik nou al de hele tijd. Ja, en wat lees ik nou in dat onderzoek? Hier, daar komt de zin, hè? Hier is hij, hè? De kiezers, die willen graag verandering. En de kiezers, die willen daadkracht. Maar dan staat hier, kiezers willen daadkracht. Maar ze zijn zelf ook niet eensgezind. En stemmen op heel verschillende partijen. Precies, precies. Dit is het. Dat loop ik nou al de hele tijd te beweren. Vrienden. Ja. En toen ik dat las, heb ik mezelf verschrikkelijk, op mijn schouder geslagen, ja. Ben net terug van de fysiotherapeut.